Oké, de arbeidsmarkt in Duitsland. Ik denk we zoeken precies de mensen die overal worden gezocht, maar vooral als ik even aan Oost-Duitsland denk, waar ik vandaan kom, omdat ik in Berlijn werk. We zoeken er heel veel fysiotherapeuten bijvoorbeeld. Mensen in de ICT, maar ook de vakmensen voor de bouw, voor de metaalindustrie, de elektriciëns enzovoort enzovoort. In West-Duitsland is natuurlijk de arbeidsmarkt nog beter. Ook zeker voor de ingenieurs. En ja, de verdienstmogelijkheden zijn beter. Dus wat dat betreft hebben we in Oost-Duitsland altijd nog een beetje nachtholbedarf. Ik zeg het maar meteen in het Duits, want je moet ook een beetje Duits kunnen als je naar Duitsland komt. Dat is wel belangrijk.